eerst. Macro. En de Macro wordt vandaag verzorgd door Zweder van Wijnbergen, hoogleraar economie, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zweder, goedemiddag. Goedemiddag. En je hebt een edele taak op je genomen om eens goed uit te leggen hoe het nou zit met die coco's en waarom de obligatiehouders van Credit Suisse in jouw optiek ten onrechte zo hoog van de toren blazen. Ze spannen een rechtszaak aan tegen de toezichthouder. Nou ja, dat zijn die coco-houders. Er wordt overal gezegd dat obligaties naar nul afgeschreven zijn. Dat is helemaal niet zo. Coco's zijn geen obligaties. Die zijn echt onderdeel van het kapitaalsbuffer van de bank, daarom heet het ook AT1. Dat is Additional Tier 1. Dat is de kapitaalsbuffer voor een going concern, waar je gewoon doorgaat. En die zijn volledig volgens de regels die de coco-houders kenden, afgeschreven. En dat ze naar nul gaan, is een keuze geweest van Credit Suisse zelf. Want kijk, een coco converteert tegen een bepaalde uitwisselprijs. En je kan bij de uitgifte kiezen wat die prijs is. En ze hebben gekozen in feite voor een oneindig hoge. Nou gaan ze naar nul. En dat wisten die coco-houders ook. En daarom kregen ze een heel hoog rendement. Ze kregen een rente van 8-9%. Als het niet afgeschreven zou worden, een heel hoog rendement. In de huidige tijd van lage rentes. Daar zijn ze dus voor beloond. En het feit dat ze nu lopen te piepen, nou, hebben ze of al een eigen prospectus niet goed gelezen. Of ze proberen maar wat. Maar de Zwitsers hebben ze precies aan de regels gehouden. Ja, en de misvatting, dat hoort eigenlijk geen misvatting te zijn. Want iedereen zou dit gewoon moeten weten. Misvatting is. Zelf. En bijvoorbeeld de ECB maakte dezelfde fout. Dat is nogal pijnlijk dat de banktoezichthouder niet precies weet hoe een bank, die toch om de hoek ligt. Het is weliswaar niet onder de ECB, die Zwitserse banken. Maar ze hebben natuurlijk heel veel mee te maken. Dat die slecht op de hoogte is, dat is best verontrustend. Want de gedachte is, maar goed, dan ga je dus voorbij aan het bijzondere karakter van die coco's, dat die obligatiehouders eerder rechten opbouwen dan de aandeelhouders, die wel een doekje vol bloed hebben gehad. Ja, en dat is niet zo. Omdat die coco's onderdeel zijn van het kapitaalsbuffer. Dat zijn geen standaard obligaties. En de echte obligatiehouders van Credit Suisse, die hebben geen veer gelaten. Dus dat is allemaal helemaal volgens de regels gegaan. Wordt geen spannende rechtszaak tegen die toezichthouder? Nou, die gaat het niet winnen. Die proberen maar wat, of ze hebben hun eigen prospectus niet gelezen. Ik heb de prospectus van alle 15 coco's nagekeken. Ze zijn allemaal principal write-down coco's. Ze zijn allemaal precies volgens de regels geconfronteerd. En de ECB, zeg je, dat is pijnlijk, want die zijn dus blijkbaar ook niet goed op de hoogte. Nou, het hoofd van de Resolution, de club die banken in moeilijkheden moet oplossen, die is daar ook niet waar hij het over had. Die maakt hetzelfde punt waar iedereen in de banktoezichtdeel van de ECB zich helemaal lamschrikt. Waarom zit iemand zijn mond open? Hij weet niet waar hij het over heeft. En dat is best verontrustend voor degene die straks, als er echt grote bankproblemen komen, dus niet going concern, maar gone concern, ja, dan moet hij dat oplossen. Iemand die zo slecht geïnformeerd is, dat is toch een reden om je enigszins zorgen te maken. Mensen die ook hun mond gaan open doen, dat zijn premier Rutte vanmiddag om 2:00 en de staatssecretaris Velbrief heeft Groningen en de afhandeling van Groningen in zijn portefeuille. En hij heeft een open brief geschreven, eerder vandaag gepubliceerd in verschillende media, gericht aan de Groningers, waarin hij zegt, jullie hebben gelijk, het moet anders, het moet beter. En ik kom met 50 maatregelen en waarschijnlijk nog ook een hoop geld om jullie tegemoet te komen. Heb je er vertrouwen in, Zweder? Nul. Nul? Ja, we kennen Rutte. Dit is namelijk altijd Rutte. Bij elk probleem gaat hij zeggen, ja, we gaan het aanpakken. We worden absolute Europese wereldkampioen, kampioen klimaatplan. We worden dit, we gaan Groningen oplossen. Vervolgens gaan ze ruzie over geld. Dan zeggen ze niet wat ze gaan doen. Nou, misschien die 50 maatregelen, maar ze zijn nu al aan het ruzie over geld. Terwijl niemand weet wat ermee moet gebeuren. Ja, dan is het gewoon een beetje wat de gek te vergeeft. Je moet er eigenlijk niet van tevoren een bedrag op plakken. Zoals het hoort, is heel andersom. Je begint helemaal niet met fondsen. Het fonds is natuurlijk een excuus voor politici die geen idee hebben wat ze moeten doen, maar wel daadkrachtig eruit willen zien. Heel veel geld. Nou, er zijn wat fondsen de laatste tijd. Ja, en geen enkel van die fondsen vertaalt zich in actie. Dus wat eigenlijk is dit is gewoon een excuus om niks te hoeven doen. Dan ga je ruzie over geld. En dan is het tegen tijd dat je daarmee klaar bent, ga je eens nadenken. En dat moet ik andersom. We hebben daar een hele goede procedure voor. We hebben gewoon een Tweede Kamer, we hebben een begroting. Maak je plannen, zet het CPB erop, maar uitreken wat het kost. Als dat te veel is, haal je ze terug. En daarna ga je naar de Kamer, die zegt ja of nee. En dan zet je het in de begroting en gaat het helemaal goed. Maar die 50 maatregelen, is dat dan toch niet om het iets concreter te maken? Om aan te geven, we hebben erover nagedacht. En die 20 miljard of die 30 miljard hangt er een beetje op. Ik wil het geloven als we ze ook uitvoeren. Maar je hebt gezien bij die boeren. Hè? Wat doet mevrouw van der Wal? Ja, we gaan keihard 2030 ophouden. En vervolgens, hup, dag. Ik denk niet meer na over hoe. Geen aanpassingsmechanisme, geen hulp voor mensen die op straat komen. Provincies
mogen het oplossen, maar krijgen niet te horen binnen welke kaders. Dit is typisch Rutte. Een hoop eerst beloven dat je het geweldig goed gaat doen, dan ontzettend veel stof in de lucht gooien, eindeloos praten en 3 jaar later is iedereen vergeten, heeft hij niks gedaan. Maar 3 jaar later, tenminste als hij een beetje vasthoudt aan wat hij de afgelopen jaar heeft gedaan, is hij nog steeds premier en dan moet hij alsnog dat probleem gaan oplossen. Ja, kijk, iedereen is zo bang voor de kiezer dat ze mijn leven houden. Maar omdat al die 4 partijen, juist omdat ze dit soort praktijken uitoefenen, natuurlijk vermoord worden bij de volgende verkiezingen. Ja, hopen dat hij eerst een keer opvalt. Als je nu eens kijkt naar wat je net zelf zegt. Die boerenbelangen, hij gaat nog een probleem krijgen met de Eerste Kamer. Het kon wel eens het eind zijn. Dat zou natuurlijk goed nieuws zijn voor Nederland. Ja. Maar Van der Wal bijvoorbeeld, die je net aanhad, als nou iemand die zegt, ik wil eigenlijk niet wijken. Wat mij betreft houden we wel vast aan die 2000. Ja, maar ze zegt niet hoe en wat. Dit is hetzelfde, van ik ga keihard tegen Rutte ook. We gaan kampioen klimaatdoelstellingen eerder halen. Vervolgens gaat hij een tafel beginnen, waardoor er 1000 maatregelen komen die allemaal in stof verdampen. Die hele klimaattafel waren meer dan 1000 maatregelen. Nou, ik heb er nu maar 50 bij Groningen. Er is niets van gebeurd. En de zinnige maatregelen, namelijk carbon, koolstofbeprijzing en flink investeren in Tennet, die doet hij niet. En als klimaatminister Jetten, dat zei hij vorige week, van plan is om de BPM te verdubbelen, de bijmengverplichting te verhogen, dan is dat dan wel iets waarvan je kunt zeggen, nou, daar kun je iets van vinden. Ze zeggen van alles. Eens kijken wat ze doen. Voorlopig is Nederland dwarsliggen bij al die plannen van Timmermans. Proberen ze zo lang mogelijk echte grote vervuilers als Tata Steel uit de wind te houden, ze gratis rechten te geven. Nederland ligt overal dwars, wil hier subsidies geven, maar is tegen de subsidies op Europees niveau. Het is één incoherente tijdsvertragingsactie. Sven van Wijnbergen, de tijd vloog weer voorbij. Tot de volgende Ook keer. Thomas Dank voor je komst. Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.